Hallo iedereen, Bramwers, ik zie hier met vandaag voor een nieuwe video in Assassin's Creed Syndicate. En we gaan hier gewoon verder met ons verhaal. Ik heb dus wel één LS-play niet kunnen uploaden omdat ik ze dom was om niet te verwijderen, maar er is eigenlijk niet echt zoveel gebeurd. Ik weet eigenlijk zelfs niet meer wat er gebeurd is. En ik weet ook niet wat we nu gaan doen, want ik was niet aan het lezen en niet aan het luisteren. We doen al sinds in de haven iets doen, iets kapotmaken of zo, kisten. Kisten van Cockham. Vind de gesmokkelde wapens. Ja, oké, dan gaan we dat doen. Ik vind Jacob zijn nieuwe kostuum echt wel veel beter eigenlijk. Dat is echt wel nog een nice pak. Beter dan dat oud pak. Dan zag je hem zo'n beetje net gelijk een schooier en nu, ja. Misschien die jas is wel wat versleten, maar voor de rest valt dat eigenlijk wel goed mee. Oh shit. Ja. Oké, hier hebben we even chance gehad. Ik denk dat we hier gewoon even naar boven gaan gaan. Kunnen we hier echt niet opklimmen? Oké, dat is dom. Ah shit. Ja, fuck. We gaan niet vechten, we gaan niet vechten. Geen idee waarom. We gaan gewoon hier even deze city dan doorzoeken. Staat er hier iemand? Ja, tuurlijk. Ah, fuck. Waarom pakt hij gelijk geen damage? Ach ja, zwat. Dan vermoorden we die kerels gewoon, maakt mij niet uit. Oké. Okay. Ah, zitten hier nu nog volk? Hoeveel zit er hier zo? Oké, okay, ja, nu gaat iedereen hier dood, hè. Maar ook goed. Hier jongen, door uw verdediging, bitch. Ja, oké, okay, voilà, die fight is ook gedaan. Nu toch? Dat moet pijnlijk zijn, man. Maar ja, hij is nu dood, dus hij voelt niks niet meer. Oké, okay, we gaan hier even doorzoeken. Daar staat een niveau 9 kerel. Hallo. Ja, eerste keer, goede keer, perfect. Of we moeten alle wapens vinden of zo. Nee, het zal deze gewoon zijn. Verberg je tot de goederenkar weg is. Oké, okay, we zetten ons hier gewoon even van boven. Chill. Goed dat we die niveau 9 kerel niet moeten... Waar is mijn ondertiteling naartoe? Ik wil mijn ondertiteling. Oké, okay, we volgen de goederenkar. Ja. Oké, okay, cool. Dus we moeten die goederenkar zien te volgen. Dus moeten we eigenlijk zelf ook een kar hebben. Markeer mijn arendzoog. Voilà. Hoewel, die gaan eigenlijk niet echt al te snel, hè. Ik denk dat we die wel via de daken kunnen volgen. Ik denk dat we die wel via de daken kunnen volgen. Als we nu wel snel zijn, alleszins. Kom aan, ze mogen niet ontsnappen. Ja, oké, okay, ik had misschien toch beter een koets gepikt. Ach ja, zo slim was ik niet. Nee, doelwit is te ver weg. Nee. Is niet waar, is niet waar. Kijk, we zijn nu fucking afstand aan het inhalen, denk ik. Ik hoop het alleszins. Oké, okay, ik had echt een kar moeten pikken. What the fuck, wat doe ik zelf allemaal? Shit, hè. Wacht, wow. We hebben deze, yes. Oké, okay, chill. Dus wacht, we gaan naar daar gewoon even gaan. Prachtig, oké. Okay. Die zijn gemarkeerd. Gaan die nog doorgaan, of? Wat doen die? Is iemand dood of zo? Oké, okay, wacht, we gaan ze helpen. Ah nee, het is niet nodig. Oké. Okay. Misschien zoveel te beter, anders was mijn missie misschien nog verneukt. We gaan naar daar gaan. Ik weet niet echt wat ze gaan doen of zo. Of dat ze naar links of naar rechts gaan gaan. Ja, we gaan even een keer laten zien dat we deze doen. Oké, okay, nu gaan we wel even toch een kaart pikken. Fuck it. Fuck you, man. Sorry, maar ik heb even een kaart nodig. Die rook zakt wel neig. Ja, oké. Okay. We moeten wel nog altijd zien dat er hier geen andere enemies in de buurt staan. Dat is wel iets waarmee we rekening moeten houden. Kom niet te dicht. Ja, oké, okay, we blijven even achter. Geen paniek. Oh shit. Stappen ze uit? Ja, ze zijn uitgestapt. Dan kunnen wij er ook afstappen, hè. Misschien hadden we dat paard toch niet nodig gehad. Oké. Volg de goederenkar, dat hebben we net gedaan. Die is hier. En wat moeten we nu doen? Want hier is het einde van de map zelfs, denk ik. Dus we kunnen hier niet eens... Ah nee, het is niet het einde van de map. Wat moeten wij doen? Ah, kut, we moeten toch nog volgen. Oh, shit. Oké, kom. Ik wou dat we daar gewoon in konden springen in die goederenkar. Dat zou alles veel makkelijker maken.
Maar ja, dat gaat dus jammer nog niet, dus we gaan het gewoon zo moeten doen. Shit. Kom aan, snel naar beneden. Oké. We moeten die kar hebben. Komt hier allemaal goed? Kom aan, paarden lopen. Oh, dit is allemaal wel. Geen probleem. Easy. Inderdaad, easy. Goed gezegd, Jacob. Easy. Ik haat echt van die missies waardoor je gewoon mensen moet achtervolgen eigenlijk. Die zijn zo saai. Ach ja. Vraag mij af of we een paard zouden kunnen laten moonwalken. Dat zou cool zijn. Gaat hij nu wel niet proberen? Of wel? Fuck it. Ja, nee, oké, dat gaat dus niet echt. In sommige spelletjes heb je dan zo van die paarden dat je die kunt laten moonwalken. Dat is altijd grappig. Nee, spel jammer genoeg niet dus. Te ver weg, maar 60 meter, ja. Valt allemaal goed mee. Ik hoop wel dat het niet meer al te ver is, want het begint wel een wat saai te worden, dus... Ja. Easy, girl. Keep moving. Easy now. Oké. Okay. We blijven maar rechtdoor gaan. That's the way. Denk wel dat we er bijna gaan zijn, ze. Ja, ziet het, we gaan er bijna gaan zijn, want die kerel is in een enemy geworden nu. Ah, shit. Dat lijken naar enemies. Maar het zijn geen enemies, oké. Okay. De wapens zijn er. The twopenny opens a vault, we robs it and leaves the money in his storehouse. Look sharp, the boys are waiting. Okay, then. Bank of England. Yeah. We hebben deze missie nu al gedaan, of wat? Oké, chill, we gaan gewoon nog de volgende doen. Plutus is twopenny, dat verklaart veel. Nee, eigenlijk totaal niet. Ik heb geen idee wat dat mee bedoeld wordt. Geld maakt niet gelukkig. Ik zie die wel wanneer dat we daar zijn. Oké, we zijn terug bij die kerel. Chill. Wat zeg je? Je zult het niet leuk. Nou, zie hier. I am graced with the Abilene family's robust constitution. Twopenny's Robin. Ik wil ook een paar eigenlijk. The governor of the bank. De kerel vindt het nieuws niet zo leuk, precies. However you get in, I don't want to know. Of course, but do you know how I can get in? Even denken. Oké, de Bank of England. Nee, het gaat een coole missie worden, denk ik wel. Stealth mogelijk, maar dat is niks voor Jacob eigenlijk. Oh yes. One man. Maar één kerel. Close watch on the vault door. He watches it like a hawk. If he sees you, he's sure to see it. The guard captain, Gus Howard. Unieke moord. Knows Twopenny well. He is in on this, I'm certain. En hoe weet jij dat zo zeker, man? Mr. Fry, please use discretion. The only way to implicate Twopenny is to catch him in the act. Do not. Geen spektakel, oké, dus hij wil echt wel dat we deze hier stealthy doen. Waarom heeft hij deze dan niet aan mijn zus gevraagd? If you encounter any trouble, I'll be in the atrium. In disguise. Ja, die vermommingen zijn echt prachtig altijd. Oké, we gaan dus binnenbreken in de Bank of England. Cool. De bankmanager, stealth, unieke moord en hulp mogelijk. Ik hoop dat ze deze keer wel werken. Dat zou handig zijn. Oké. We gaan deze hier gewoon doen, hè. Chill. We moeten wel alleen nog binnen zien te geraken. En dan komt alles vanzelf wel goed. Vind mogelijkheden. Ze staan op mijn kaart aangeduid, man. Ik heb ze al gevonden, ik moet ze alleen nog gebruiken. Om ze te kunnen gebruiken, moeten ze eerst werken. Dus jij kunt gewoon beter zien dat ze werken, spel.
Oké, we moeten hier blijkbaar binnen zijn. Hoe de fuck geraken we nu eigenlijk binnen? Ah ja, maar dat is er ook aan geduid op mijn map natuurlijk. En hier een paar toegangspunten. Cool. Hier is er eentje. Is er eigenlijk geen gewone, normale ingang? Ja, whatever. Hoofdbeveiliging. Ontvoer het hoofdbeveiliging. En kunnen wij die zomaar ontvoeren? Ik denk het niet. Maar we gaan het toch maar proberen. Je weet maar nooit. Where is Tupini? Please! I have a family. Ja, dude, dat boeit mij echt niet zoveel eigenlijk. Oké. Overmeesteren, dude. Jij komt niet zomaar vrij zijn, man. We gaan die wel even moeten wurgen. En nu moeten we hem nog ergens leggen waar dan niemand gaat komen. Aangezien dat in deze spel deze toch een deur is die dan niet open kan, gaan we die er gewoon voor leggen. Dus normaal gezien zou hier niemand mogen komen. Nu nog hopen dat die kerel niet wakker kan worden. Oké, wij mogen hier dus niet zijn. Niemand heeft iets gezien, oké? Ach, yes, wat? Nu dat we die kerel hier toch hebben, leggen we hem gewoon bij de open. Voilà. Oké, geraken we hier? Kunnen we hier naar beneden gaan? Dat is mijn vraag. Nee, maar we moeten hier wel beneden zijn, blijkbaar. Dus dat is een mindere. Hoe gaan we dat dan doen? Vind de geheime doorgang. Ah, shit. Deze gaat niet leuk worden. Misschien wel. Misschien niet. We moeten naar daar gaan. Hoe de fuck moeten we naar daar gaan? Ah, iedereen heeft dat gehoord. Kak. Ja, shit. Deze is de mindere. Fuck it. Dan vermoorden we iedereen, hè. Mij goed. Fuck jullie allemaal. We beginnen beter te worden dan vechten. Dat is ook wel goed uit. Auw, kut. Oké, ik heb niks moeten zeggen. Hier, jongen. Hier, jongen. Oké, iedereen dood. De rest heeft niks gezien. Bereik. Hoe de fuck geraken we daar zelfs? Moet je echt dan niet een hendel trekken? Dat is cliché. Waarom moeten we daarvoor terug onze hoed opzetten? Dat vraag ik me af. Ja, oké. Dus we zijn hier. Cool. En nu dat we hier zijn... Kunnen we die kerel misschien killen? Cool. Dus die kerel moet dood en... Dan moeten we verbergen of zo, unieke moord. Ah, shit, deze is niet goed. Hij heeft niks gezien, man. Oké. Hoe de fuck moeten we daar zelfs geraken? Kunnen we hier gewoon doorgaan? En kunnen we hier naar beneden gaan? Nee. Oké, kut. Dan weet ik ook niet echt dat we deze hier gaan doen. Oké. Er zit er wel veel volk eigenlijk. Heel veel volk, te veel volk. We kunnen beginnen met die kerel daar van boven, dat is nog makkelijk. Dan heb ik wel een afleiding nodig voor de rest. Oké, wacht hè. We moeten gewoon één per één al die kerels hier zien te killen. Ja, shit. Het zijn twee kerels. Oké, kom. Jij moet komen, maat. Kom er, jij? Ja, dude. Niet gewoon blijven staan, hè, kut. Allee, zie nu de fuck dat hij daar staat. What the fuck zelfs. Dude, what the fuck. Ja, tot zover deze shit. En die kerel is dood. Easy. Ik heb de missie wel een beetje verneukt, maar voor de rest is het eigenlijk wel goed gegaan. You've stolen your last shilling from the people of London. Those animals squander their savings. We are the experts in investment.
Ja, maar jij bent gewoon een dikke vuile kapitalist, man. Nothing would rise above the muck without our hand guiding. No creating the future. They benefit as much as their work. It is their city, not yours. Without our die kerel lijkt me echt een klootzak eigenlijk. There would be no city. Requiescat in pace, bastardo. Hier, een euro. Nu nog weg zien te geraken, blijkbaar. Moeten we naar beneden gaan of zo? Blijkbaar. Blijkbaar moeten we daar door kunnen. Maar ze hebben me wel gespot, dus dat is een mindere. Is deze een lift? Easy. Ontsnap uit het gebied. Ah ja, oké, we kunnen zo naar boven gaan. Cool. Dat is makkelijk. En handig. En we kunnen gewoon zo naar buiten, dat is prachtig. Gellen had niks gezien, oké. Okay. Bye bye. Even zien naar beneden gaan. Dan nog een paar meters lopen. En valassen. Yeah, you go, Aberline. The Bank of England is closed until further notice. Goed gedaan, Jacob. Goed gedaan. Vind de geheime doorgang, dat is toch niet gelukt? Jammer. Wel krijgen we wel godverdoeme veel XP. Ja, dat was het einde van sequentie 6. Kunnen we beginnen aan sequentie 7? Chill. Dat wil zeggen dat we nog maar 3 sequenties hebben om te spelen, dus dat is minder. That buffooned Israeli shall be taken care of. It has been arranged, upon my honor. Your honor carries little weight. How dare you, sir? Sterk, zit hij eigenlijk alleen maar in zijn bureau of zo? Doet hij eigenlijk nog iets anders? Zal we nog maar stukjes zien waarin dat hij in zijn bureau zit, maar voor de rest doet hij precies niks. What? I would supply all of London if I could. Meanwhile, you sit in your club and wax poetic. Sterk, do it neat. Control your anger. Your family's fortune, however. I wonder what they would offer to keep your record out of the newspapers. About the same as Disraeli would offer for your balls, I'd wager. But let's be generous. Why limit ourselves to one or the other when we can have it all? Uh-oh. What say you, sir? Shall I come collect? No more dallying. The halls of Parliament must be free to govern. Again. Understood? You may see yourself out. Is your beker niet leeg? Okay, blijkbaar niet. Whatever, mij maakt het niet uit. Dat jullie ervan genoten hebben. Als dat zo is, vergeet dan zeker en vast niet deze video te liken. Mijn naam is... Wacht, wat? Wat stond er daarbij? Je moet niveau 10 hebben. Oh my god, serieus. Ja, ik ga dat gewoon even snel doen. Mijn naam is Brummer6 en ik zie u graag volgende keer weer. Tot ziens.